What's up, Leute? Yo, dat gaan we niet doen. Ik heb pas geleden een video gemaakt over het programma Eating with My Ex. En dat ging goed. Ging heel goed. Je lijkt nu echt een beetje op mijn beetje klein bordje. Die video eindigde zo pijnlijk. Hij was zo klein dat hij zelfs op een kussen moest zitten. Nou, nu is er veel gevraagd om een deel 2. Een deel 2 van Eating with My Ex. En nu is er eentje pas geleden geüpload. Met Sonny. Zijwieltje Sonny. Yep. Zonnestudio Sonny. Jawel. Levensproject Sonny. Ja. Ja. Ik kan jou onderhouden, Sonny. Yes. Die Sonny doet mee aan Eating with My Ex. Going Dutch. Zin in. Ik heb het warm, jongen. Sonny gaat op date met zijn allereerste grote liefde, Jalisa. Ik ben Jalisa, ik ben de ex van de brug de Sonny en ik kom uit Den Haag. En wist je misschien niet, maar als je uit omstreken Zandvoort komt, ben je niet alleen waarschijnlijk teringrijk. Nee, Sonny is berucht. Dat is de crimineel, dus het is de maffia. Hij zit in een motorbende daar. Geloof je me niet? Check dit. Come on, iedereen in de motorbende ziet er zo. Oké, wat is de reden waarom ze meedoen? Ik ben heel benieuwd of Sonny daadwerkelijk ook echt zo veranderd is als wat ik op tv heb gezien. Ik ben daar heel erg van geschrokken. En ja, ik hoop gewoon dat hij daadwerkelijk niet zo is. Nee, maar jullie begrijpen het niet. Sonny was zo respectloos dat ze het slachtoffer hebben geblurred. Het slachtoffer heeft er moeilijk mee. Ze heeft exclusief aan mij een boodschap ook achtergelaten, maar ze wilde ook wederom niet herkend in beeld. Het is nu onderhand een jaar geleden en ik heb het er nog altijd moeilijk mee. Een jaar geleden zei Sonny tegen mij, dit is mijn purpose. Ik heb Sonny leren kennen toen ik 17, 18 was. Hij bleef er maar achterna lopen. Ja, als een hondje. Wil je wat drinken? Wil je wat drinken? En uiteindelijk hebben we afgesproken en toen hadden we al heel snel een relatie. En omdat we gewoon zo verliefd waren, zei hij van, wil je anders bij mij komen wonen? En ik dacht, ja, avontuur. Tuurlijk. Ik kan me herinneren dat hij dat precies ook bij Jay heeft gedaan. Jay? Hoe heette zij ook alweer? Oh, JD. Ik kan me herinneren dat zij ook al bij hem introk na de eerste date. Alleen wel gek, want de relatie met haar was toen ze 17, 18 waren. Wat kan je dan betalen? Mijn koffers gepakt en een nieuw leven begonnen. Dat was ook wel heel komisch, want we gingen zeg maar niet meteen in een huis wonen. Nee, maar op de camping hadden we onze eigen staancaravan. We hebben antwoord op de vraag. Als je 17, 18 bent, huur dan een staancaravan. Of zoals hij het noemt... Een staancaravan. Want hij kon erin staan, denk ik. Ik denk dat hij in elke staancaravan kan staan in de wereld. Dat was ook wel heel komisch, want we gingen zeg maar niet meteen in een huis wonen. Nee, maar op de camping hadden we onze eigen staancaravan. Dat was een geweldige tijd. Dat was zo'n leuke tijd. En dat was de eerste keer dat ik met iemand ging samenwonen. En dat was ook de periode dat mijn vader zelfmoord pleegde. Dus ik heb zo enorm veel steun aan haar gehad. En niet alleen ik, ook mijn familie. Zij is echt een... Oh, what just happened? Ik krijg gewoon kippenvel van de emotieschommeling die ik net... Hè? Het ging van... Ja, we konden helaas geen huis huren. Maar we hadden een staakcaravan. Het was een geweldige tijd. Het was in de tijd dat mijn pa zelfmoord pleegde. Dus ik heb zo enorm veel steun aan haar gehad. En niet alleen ik, ook mijn familie. Zij is echt een pilaar voor ons geweest. Dat is lief. Was ze een pilaar voor je of... Zij... Ik dacht, ik heb je echt alles gegeven. En ook voor je familie. Ja, ik vergat helemaal mezelf. Ik leefde gewoon voor hun, voor hem. En dat deed ik voor onze relatie. Want ik zag dit wel gewoon als voor altijd. Ik was op een gegeven moment gewoon meer een moeder voor je. Oh wel. Look how the turn have tabled. Sonny zelf is dus wel eens een levend project geweest. Sonny zelf moest onderhouden worden. Goed, ik heb net even snel al de video doorgekeken en er is nog een stel. Daar gaan we het heel kort over hebben, want volgens mij waren zij niet zo interessant. Maar sommige dingetjes wel. Ze komen van Love Island, hebben elkaar daar ontmoet. En ze zijn 1 maand samen. Oh ja, tuurlijk. Tijdens Love Island. Oké, ze zijn tijdens Love Island samen geweest, dus het is een maand. Get over it. Nou goed, we gaan even kijken. Als ik me niet vergis, waren we ongeveer 3-4 weken een koppel. Oh shit. Die maand is ruim genomen. Het was 3 tot 4 weken en daar zit en de ontmoeting in en nog het beetje verliefd worden. Ze zijn denk ik 5 dagen verliefd geweest. Misschien is ze net niet ongesteld geweest tijdens hun relatie. Sorry. Oké, we stoppen met hun. We gaan weer naar Sonny. Het ziet er goed uit. Dankjewel. Thank you very much. Are you ready?
Mm-hmm. Zeker weten. Ja. Mm-hmm. Wat vond je van mij in Temptation Island? Oh. Ik vond het... Eeuw. Maar ik snap het. Die reactie hadden wij bij elke uitspraak die Sonny deed. Nee, ik ben serieus. Zeg nu tegen iemand op straat Sonny. Oeh. Oh, kan echt niet. Kan echt niet, maar ik snap de reactie. Vooral over vrouwen en toch echt, hè? Huh? Wat is dit? Wie ben jij? Wat zeg jij? Dat kon ik er echt met heel veel moeite naar kijken. En dan daarna het commentaar van iedereen. Ja. En in het begin heb ik het echt nog wel een beetje voor je opgenomen. Maar daarna kwamen er een paar afleveringen dat ik dacht, nou, ik kan je niet meer redden. Oh nee, ze heeft het nog geprobeerd. Wat cute. Wat heeft ze gedaan? Nee, jongens, maar zo is hij niet. En hoe erg is het nou? Hij wil de hele villa neuken. Boeien, hoe erg gaat het worden? Het is mijn levensproject. Ja. Oké, jullie hebben gelijk. Fuck Sonny. Trouwens, Sonny vond het zelf ook heel kut hoe die, ja, de hele ervaring. Hij is niet betaald. Hij is zoek. Hekken van de dam. Ja. Ik heb er zelf ook wel echt enorm als een negatieve ervaring meegekregen. Ik vond het enorm heftig. Hij is er echt kapot van. Van hoe dat is gelopen met Temptation, hoe die is geframed en dat hij nu zoveel aandacht krijgt. Gewoon echt kapot van. Ik heb op de blaren gezeten, maar het grappige is, het blauwtje wat ik gelopen heb, is mijn grootste succes geworden. Als ik op straat loop, wilt iedereen mee op de foto. Oké, hij was er niet helemaal kapot van. Oké, ten eerste, hoe is het een succes als mensen met jou op de foto willen omdat je heel vaak vrouwenvriendelijke opmerkingen hebt gemaakt? Dat is geen succes. Mensen willen ook op de foto met Willem Holleder. Is dat dan ook een succes? Ten tweede, hoe is het een succes dat iedereen op straat met jou op de foto wil? Dat is geen succes. Dat klinkt als de hel. Je loopt gewoon zo op straat en dan komt iemand handtekening. Goed, hij vond één ding wel heel kut. En dat is dat zijn ex aan hem is gaan twijfelen. Dat zij daar zo is meegegaan met de mening van de massa. En dat deed me heel pijn. Van iemand waar ik 4 jaar mijn leven mee gedeeld heb. Die is alleen gaan twijfelen. Zo'n flutprogramma. Ja, dit vind ik dan wel weer fair. Want kijk, hij heeft die uitspraken gedaan. Maar wat is de context? Weet je nooit. Hey, stel je voor, jouw vriendin is een fiets. Wat voor onderdeel van de fiets zou jij dan zijn? Nou, als ik een onderdeel moest kiezen... Ik ben de zijwieltjes, die ze niet meer gebruikt, want ze is een independent, strong woman. En ze kan alles aan zonder mij. En ze heeft een hele goede billenpartij, weet ik veel wat. Maar hij heeft dat allemaal gezegd, en alleen dit wordt gebruikt. Ik ben de zijwieltjes. Dus ik snap wel dat het kut is dat zijn ex dan aan hem gaat twijfelen. Misschien is het helemaal niet zo gegaan namelijk. Waarom ging je zonder mij op wereldreis? Ja. Als je kon kiezen, dan kom ik met jou gaan. Ja. Geen twijfel. Geen seconde twijfel. Dat was nou een beetje onze droom. Ja. Oh, dit is echt een cute moment. Dit is zo lief. Je merkt gewoon echt dat er liefde tussen hun is geweest. Je merkt dat zij elkaar hebben ontmoet voordat hij volgers kreeg. Hij is ook veel leuker bij haar dan in de rest van zijn leven. In elk ander programma ooit waar hij in voorkomt. Mijn management en ik zijn enorm bezig om van BN'er-imago richting artiest te gaan. En een DJ-carrière daaruit voor te bloeien. Ik wil echt meer van BN'er naar artiest gaan. En juist dat BN'er juist een beetje links gaan leggen. Ja, zie je jezelf als een BN'er? Ja, wanneer ben je een BN'er? Oh, zo pijnlijk. Je moet niet tegen iemand die je al kent voordat je volgers had zeggen dat je een BN'er bent. Want ze gaan je 100% fokken. En terecht. En hoe wil hij ook geen BN'er meer zijn? Hij koopt eerst een mega Instagram-account om volgers te hebben. Is echt waar. Het heette iets van WhatsApp-gesprekjes of zo eerst. Het was een meme-account voordat hij het kocht. Hij begon een reiskanaal om te groeien. Hij deed mee aan programma's, maar echt travel shit, Temptation, dit programma, fucking 1000 interviews. Hij zegt letterlijk dat zijn grootste succes is dat iedereen een foto met hem wilt. Ik snap niet meer. Ik vind Sonny geen BN'er. Nee. Ik vind gewoon dat je dan een actrice of een acteur moet zijn. Of Linda de Mol. Dat soort mensen komen dan in me op. Oh, zijn dat de eisen voor een BN'er zijn? Dan ben ik heel benieuwd of ik een BN'er ben. Laten we de quiz doen. Welkom bij de quiz. Ben ik een BN'er of niet? Dit is de quiz. Ben ik een BN'er of niet? Eerste vraag. Ben ik een acteur? Ja? Nee. Nee. Ik ben geen acteur. Tweede vraag. Ben ik een actrice? Nee. Ik ben geen actrice. Derde vraag. Derde vraag. Ben ik Linda de Mol? Ja? Nee. Ik heb blond lelijk haar, dus ja, ik ben Linda de Mol.
Ik ga voor, ik heb blond lelijk haar, dus ja, ik ben Linda de Mol. Heb ik gelogen over dat ik Linda... Heb ik gelogen over dat ik Linda de Mol ben? Ja. Oh, en dat is de uitslag. Je bent geen BN'er. Wel een nerd. Dit was de quiz. Ben ik een BN'er of niet? Tuurlijk zou ik nu hier en daar nog wel een keer een tv-klus doen. Maar uiteindelijk is wel de bedoeling dat ik meer voor mensen sta te draaien en mensen entertain in plaats van dat ik voor een camera sta. Oké, dus helemaal geen BN'er meer zijn, dat wil je ook weer niet. Wat is ook een tv-klus af en toe? Welke tv-klussen doet Sonny? Er zijn per jaar iets op 10 deelnemers voor Temptation, 20 fucking verleiders en dan heb je nog 17 andere reality shows. Hoeveel fucking tv-klussen zijn er voor hun? Oké, goed. Uiteindelijk kwam het wel allemaal goed. Alleen die belachelijke witte tanden van je. Oh, nee, dat bedoel ik niet. Nee, na die opmerking kwam het uiteindelijk wel allemaal goed. Weet je dat ik echt dankbaar ben voor onze relatie? Nee. Nee? Ja, ik weet niet. Gewoon dat ik toch nog wel... Dat heb je had gestuurd van mijn opa is overleden. Dat ik daar wel iets meer had van had verwacht. Dat je met kerst had contact en jij zei ik ben alleen en ik zei ik ben ook alleen en dan uiteindelijk kom je dan toch niet, weet je. Trouwens, waarom kwam die niet? Huh? Hij zei toch aan het begin van de aflevering dit. Ik zal Jalisa altijd helpen wanneer ze mij hulp nodig heeft. Doet hij helemaal niet. Hij zegt het alleen. Stop ook met dat zeggen, want straks moet zij ook geblurred worden. Nou, uiteindelijk kwam het toch allemaal goed. En dan... Ik had gehoopt dat signaal beter bij mij binnen te komen. Want dat is toch vriendschap? Ja. Nou, ik ben wel echt heel dankbaar voor wat je in mijn leven hebt betekend. En misschien komt die dankbaar dan niet altijd zo eruit omdat ik op veilige afstand wil blijven of zo. Maar je hebt een plek in mijn hart en die zal je altijd blijven houden. Super lief, dankjewel. Jawel. Waardeer ik echt enorm. Ik vind dit nou echt een leuke, dit vind ik nou echt een leuke vrouw. Aan het einde bleek dat ze nog een keer gingen afspreken. Oh, en het Love Island koppel. Wanneer knapte jij op mij af? Nou, ik denk dat ik het antwoord daarop zelf weet. Dat was de aflevering van Eating With My Ex. Ik vond het een leuke aflevering. Sonny was vrij sympathiek, ik vond het leuk. Er staan al meerdere afleveringen online. Laat even weten welke nog het waard is om te bekijken. Dat wil je even laten weten zo in de comments. Het bleek dat ik bij aflevering 2 was begonnen, dus aflevering 1 is er ook nog. Laat please even weten hoe die is in de comments. Ik vond het helemaal leuk.